Charlotte en ik gaan namelijk vandaag een leuk haarexperiment tegemoet. Goedemorgen, het is maandag en ik begin weer aan een nieuwe weekvlog. Ik heb soms even een week niet gefilmd omdat ik echt het idee heb dat ik alleen maar thuis ben of aan het werk ben. Maar ik denk eigenlijk dat heel veel van jullie op dit moment ook een soort van, nou ja, 70% rustiger leven hebben en niet superveel meemaken op een gewone week. Dus misschien is het ook wel gewoon heel chill om dat dan samen te doen en toch vast te leggen. Dus bij deze, als het een saaie vlog wordt, je bent gewaarschuwd. Maar ik vind het toch wel gezellig om te blijven filmen en uploaden, dus ga ik dat maar gewoon doen. Jordi is dit weekend niet in huis. Hij is met een vriend in Rotterdam. Dus ik was weer alleen thuis en ik dacht, oh, nu ga ik super vroeg slapen en het huis opruimen. Maar ik ben echt tot diep in de nacht reality TV aan het kijken. En het huis is niet echt opgeruimd. Ja, life. Prioriteiten, jongens. Ik zit nu helemaal in Selling Sunset. Een programma over een real estate agency dat in LA de duurste huizen verkoopt. En er is allemaal drama onderling. Het is natuurlijk voor een groot deel ook allemaal lekker aangezet. Maar heerlijk om te kijken. Ik mis wel echt het idee van onze tijd in LA soms. Dat was zo'n leuk avontuur geweest. Maar ja, life gets in the way. Ik ga nu even een koffie maken en even een foto maken van een leuk hoekje in mijn huis. Wat ik heel leuk uit vind zien om even iets te posten op Instagram. Ik heb hele leuke nieuwe kaarsen bij Hey gehaald. Ik had er al twee en nu heb ik weer een nieuwe badge. Even laten zien aan jullie. Ze hebben deze dus in allerlei kleurtjes. Het zijn toch net snoepjes. Zo cute. Dan in deze kaarsenhouder van Firm Living doen. Waar ze eigenlijk net niet helemaal lekker in past. Dus ik moet een beetje squeezen. De laatste tijd ga ik dus heel vaak op de grond zitten voor de spiegel. Eigenlijk geen goede reden voor, behalve dat hier daglicht is. En ik chill vind om even te zitten. Dus ik ga even snel wat make-up opdoen en dan naar kantoor. Blush en highlighter zijn voor mij eigenlijk wel de key ingredients van het leven. En een beetje wenkbrauwgel of wenkbrauwpotlood. Ik doe dus ook vaak gewoon een beetje bronzer of blush op mijn ogen. Als een soort makkelijke manier om je look een beetje bij elkaar te brengen en... Soms maakt dat je net iets meer opgemaakt terwijl je niet een hele oogschaduw op hebt of zo. Winkies. Ik doe dit echt in nog geen 5 minuten, want ik heb geen zin om hier heel veel tijd aan te besteden in de ochtend. Maar ik merk wel dat ik mezelf wat chiller voel als ik iets leuks aantrek of een beetje make-up op doe of zo. Of mijn haar wel was of wel oorbellen of sieraden omdoe. Ik weet niet. Ik denk dat ik misschien gewoon na een tijd zoveel binnen zijn en mezelf een beetje verslonsen heel erg zin heb om er een beetje wat van te maken. En ik denk ook dat ik me daar gewoon chiller bij voel. Ik merk dat ik best wel wat ben aangekomen tijdens de quarantaine. En nog niet de motivatie heb gevonden om daar iets aan te doen. Nog geen zin gehad om te gaan sporten of iets of zo. Maar ik ben wel echt zeker wel 4 kilo zwaarder dan ik een tijdje geleden was. Wat voor iemand met mijn lengte... toch snel wel een kledingmaat verschilt. Dus ik kan mijn spijkerbroeken allemaal niet meer aan. Eigenlijk geen één broek meer. Dus dat is gewoon een beetje annoying. En
ja, ik zou me wel chiller voelen als ik weer even wat ga bewegen, denk ik. Vooral ook omdat het beter is voor mijn huid en beter is voor hoe ik me mentaal voel en hoe fit ik me voel. Ik voel me verder wel prima in mijn vel, hoor. Dus dat is natuurlijk allemaal all good. Maar ik denk dat het wel goed is om na maanden binnen zitten weer wat actiever te worden. Maar ik heb echt een mega drempel. Ik heb er echt nog geen zin in, so far. Nou, dit is eigenlijk een soort natural look die ik mooi vind. Dus ik heb wat foundation opgedaan, wat blush en highlighter. Nou doe ik vaak ook nog een beetje highlighter op de binnenste ooghoeken. Voor een soort super... Ja, dit zit natuurlijk echt... Dit telt echt niet als tutorial. Ik zit hier lekker op de grond van de keuken, maar it is what it is. Ook nog even doe is een klein beetje van deze oogschaduw. Die zien jullie ook vaak voorbij komen. Is een crème oogschaduw. Een cream color base. Je kunt dit heel mooi ook als basis onder oogschaduw gebruiken. Omdat hij wat vettiger is, werkt het als een soort getinte primer. Maar ik vind hem ook heel mooi op zichzelf. Je kunt dit letterlijk gewoon met een vinger een beetje rond je wimperrand vegen. En dan heb je meteen een look. Het kan wel wat sneller gaan verschuiven omdat het wat vettiger is. Maar ja, ik seal het dus vaak als het ware met oogschaduw. Maar vandaag doe ik het gewoon een beetje op zichzelf. Dit is echt zo'n product waar je dan... Je hebt maar één potje nodig en dan kun je eigenlijk een hele look mee maken. Zo subtiel en of smoky als je wil. Kijk, nu is dit oog al mooi aangezet. Terwijl ik echt niks doe. En ook omdat het cream is, hoef je helemaal niet zorgvuldig te zijn met hoe je het aanbrengt. Je kunt nog heel veel corrigeren met je vinger of door het een beetje uit te smudgen. Daarom hou ik heel erg van cream producten. Nou, supertjes. Ik heb dus iets heel stoms. Omdat ik al zo lang een traanoog links heb, loopt mijn make-up daar steeds uit. En dan wrijf ik in mijn oog. En nu zijn die wimpers dus helemaal anders gaan groeien. Deze wimper staat nu recht vooruit, omdat ik er de hele tijd in wrijf. En deze niet. En in deze heb ik dan ook vaak nog een soort beetje leftover mascara. Dus dit oog ziet er nu anders donkerder uit qua wimpers dan deze. Dat is een beetje weird. Dus daarom doe ik nu toch maar mascara op. Ook al wil ik eigenlijk niet per se mascara op doen. Doe ik even een mini beetje. Ik vind het dus heel chill om zonder mascara te gaan. En ik vind het soms ook wat cooler ofzo. Dat was dat. Klaar voor de office. Dit is de jurk die ik aan heb. Die is van Gunny. En dit lijkt misschien een heel dressy item. Het is een jurk van zijde en in best wel een opvallende print. Maar ik vind het een soort perfecte luipaardprint. Die precies klopt qua kleur en qua grootte. Dus dat maakt hem voor mij wel wat klassieker. En de lengte is precies goed. Dit draag ik dan ofwel met een blazer of een spijkerjasje of zoiets. Of zelfs wel eens met een kooltruitje, een heel dun kooltruitje eronder. Ik kan hem met hakken dragen, maar ook met Birkenstocks en sneakers zoals ik nu ga doen. En bijvoorbeeld een heel grote gebreide cardigan eroverheen om hem weer even wat meer casual te maken. Ik ben op kantoor en we hebben een Monday meeting met Ben Noor. Hallo. En Evie. Hallo. Wat heel gezellig is, Benoer gaat ons binnenkort verlaten en er komen nu allemaal stageaanvragen binnen. Oh, dus wil je dat nu vertellen? Dus ze zitten echt zo van, ik vind het helemaal niet leuk, deze nieuwe meisjes. En ik zei, het is net alsof je soort van het uitgemaakt hebt met iemand en hij heeft dan nieuwe meisjes. Zij zijn daten en je haat al die chicks, ook al mag het niet, zeg maar dat. No, nee, we houden van jullie, no offense, no offense. Maar we hebben wel separation anxiety. Yeah. Je bent gewoon zo lekker gewend aan elkaar. Wow. En dat dit zo ons mini-teampje is. Yeah. Als je maar met z'n drie of vieren bent, dan is één persoon meer of minder natuurlijk mega impact. Yeah. Het maakt gewoon heel veel uit wie daar zit. We hebben even een ijskoffie break in de buurt. Even een ijskoffie gehaald. Het is zulk lekker weer en we blijven altijd maar braaf binnen zitten. En ik dacht, ik neem de meiden even mee voor een koffietje.
zitten lekker hier. Hey. Dit is echt jullie dag op de vlog, hè? Exposed. Oh, zo kut voor andere mensen, die vlogcamera opeens in hun gezicht. Ai, ai, ai. Misschien is het juist beter als we op één dag de hele lading krijgen. Zeg maar, ja, dat denk ik, ja. Ja. Dat is leuk als jullie voorbereid waren geweest, maar... Behind the scenes of atelier. Het is nu 7 uur en de meiden zijn naar huis. Ik heb nog heel veel dingen afgemaakt en ik wil eigenlijk heel graag naar buiten, want het is heel lekker weer. Maar ik heb ook nog wel wat deadlines voor mezelf gesteld, dus ik moet ook nog wel wat doen in de avond. Even kijken of ik het op de een of andere manier kan combineren. Goedemorgen, middag inmiddels. Ik ben op kantoor en ik ben op dit moment bezig met Evie met een lijst van leuke influencers waar we mee werken voor atelier. Of die we eigenlijk gewoon een mooi cadeaupakketje sturen. Ik heb nog steeds super last van mijn nek. Het is echt irritant. Ik moet er echt wat aan doen. Maar ik heb gewoon geen zin om hiermee te dealen. Maar ik ga nu even denk ik een mail sturen naar mijn fysio. Jordi is op kantoor. Benno is op kantoor. En verder is het een beetje een vieze, druilerige dag. Het weer gaat echt gaat up en down. En heeft dan ook zo'n invloed op je mood. Dat is echt bizar. Verder ga ik straks naar mijn... Oh, ik zie een hele leuke post binnenkomen. Van Atelier. Van Raida. Oh, wat leuk. Dit moet je echt zien. Wat geweldig. Gewoon één grote schelpen- en parelwereld. Haar fotografie is echt te gek. Volgens mij is het nu even droog. Dus ik grijp deze kans om naar de kapster te rijden. Charlotte en ik gaan namelijk vandaag een leuk haarexperiment tegemoet. Het gaat een kleurwassing worden. Iets koperachtigs of roze. We gaan het nog even samen overleggen, maar het wordt wel even wat leuk. Ze hadden zin om te spelen. Dus dat gaan we doen. Oké, ik sta voor de deur. Dit is spannend. Ik heb nog even een lekker juice bar sapje gehaald. Een hele groene. Ik dacht even die groentes opspicen. En opkrikken. Altijd lekker. Blijft toch wel echt een treat, vind ik altijd. Een lekker vers sapje. Ik ga naar binnen. Ik zie Charlotte al. Ze is nog met iemand bezig. Dan kan ik nog even research doen. Kijk eens wie ik hier aan te... Dit was de vorige keer ook al. Of zat ik in de jouwe? Even bij... Ja, mijn hair twin inmiddels. Ja, precies. Nee, zo meteen niet meer. Of ja, ik ga niks zeggen. Ik heb iets gehoord over jouw haar. We dachten, we gaan doen een experiment. Ja. Zie jij er ook beeldschoon uit. Dankjewel. Ik heb mijn tent aangetrokken. Nee, maar dit zit zo lekker. Dit is, hier wil je toch in leven? Vooral als het regent, dan wil je gewoon iets wat je omarmt. Ja, dat is mooi gezegd. Heel mooi dit. Dus het voelt heel cozy. Het lijkt net een bakje yoghurt, maar het is het niet. Okay. Oh, ik ben heel benieuwd. Dus, ja, heel vet vind ik het. Oh, heel nice. Ik moet helemaal wennen dat het zoveel donkerder is dan normaal. Ja. Ik vind het heel vet. Oh my god. Het zijn goede geluiden. Het is echt super vet. Ja, ik voel Kijk, me helemaal. Kijk hoe sick je ogen hier van worden. Wat ben je? Ik vind het wel echt heel tof. Jordi zei ik vond het roze mooier, maar... Ik denk dat ze even moeten wennen. Ik denk met een mooi make-upje erbij wordt dit echt fire. Het blauw knalt er nu al een beetje uit. Ondertussen is Jordi niet ik vertrek, maar wij emigreren aan het kijken. En ben ik het huis even aan het stylen. Er worden morgen wat foto's hier gemaakt. En ik heb nog een paar nieuwe spulletjes gekocht onderlangs. Deze vaas van Firm Living. Super pretty. En ik ben nu een kleine... kandelaar aan het uitpakken. Ik moet even mijn vloegstandaardje erop zetten. Ook. Oh,
Dit is echt epic. Hier doe je dus een lucifer doosje in. En dan is het helemaal mooi. Oh! Een mooie, ook van Firm Living. Flesopenertje. Ik kom er niet helemaal lekker uit, maar het ziet er nu zo uit. Hier heb ik dan een leuk boekje gemaakt. En hier ook. Het is een nieuw bijzettafeltje. Helemaal geweldig, het is een spiegel. Loving it. Hier heb ik dan nog een paar extra props die ik misschien nog ergens wil neerzetten. Hey guys, goedemorgen. Ik ben me aan het klaarmaken voor een werkdag. Er komen zo wat mensen bij mij thuis foto's maken van Fonk. En ik heb zelf een afspraak waar ik dan naartoe moet. Dus Evie houdt een oogje in het zelf, alles er mooi op komt. Verder heb ik een klein beetje rosé-achtige oogschaduw op. Wow, mijn huid lijkt echt nog extra onvliek met dit haar. Ik weet niet wat het is. Ik zou wel ooit echt full-on redhead willen zijn. Wat zouden jullie daarvan vinden als ik echt helemaal voor rood, oranje, Julianne Moore kapsel zou gaan? Jo en ik zijn op weg naar onze boekhouder en we hebben echt op een minuut bont gemist. Helemaal supertjes. Dus nu moeten we hier 20 minuten zitten. Het is ook best wel weer wennen om naar afspraken te gaan en op tijd te moeten komen ergens. Niet als sterkste punt. Wel ziet dit er ook zo cute uit. De meeting ging goed en we eten nu even wat kibbeling als lunch bij deze prachtige Praxis. Ik heb dus dit blauwgroene topje aangetrokken en Jordi zit me helemaal uit te lachen omdat ik het heb gedaan zodat het contrast is bij mijn haar. Ik vond het wel een slim idee, maar nu voel ik me een beetje nerd. Leuk, leuk Jordi, voor dat zelfvertrouwen. Dan nog even iets waar ik echt razend enthousiast over ben. We hebben net een nieuwe gouden koorden binnengekregen van Atelier. Oh my god. Een super mooi, bijna snake-achtig gouden koord. Niet zo een waar je haartjes tussen blijft zitten. En hij heeft een heel mooi pareldetailtje. Die klik je dus af en aan je case. Dus als je even geen zin hebt in zo'n strap, haal je het eraf en dan heb je gewoon een losse case. Love it! Ik ben bij dit superchefke met deze andere superchefskes. We hebben allemaal zwarte tops aan. Ik ben heel spontaan eigenlijk bij Lena aangewaaid en ze heeft een heel casual diner wat bestaat uit zelfgemaakte soep, Vietnamese wrapjes, een of andere crepe omelet. I can't. Oh, wat lekker. Bon appétit. Die omelet ook. Goedemorgen babes. Het is vandaag donderdag alweer, de weken vliegen echt voorbij. Oh, mijn vlogbatterij is bijna leeg. Ah! Ik ga snel naar kantoor en ik heb een heel leuk nieuw oorbelletje gekregen van een merk dat Ideal heet. Dat jullie denk ik ook heel mooi vinden. Ga ik zo even in doen. En mijn nieuwe gouden koord. I love it! Dit diamantje of steentje is dan de voorste en dit gaat dan aan de achterkant. Wat heb ik vandaag aan? Zwarte gymsuit en mijn Prince Schuler Birkenstocks. Je ziet het bijna niet. Een regenbui, later ben ik op kantoor. Nou, die dagen zijn zo wisselend. De ene dag is het gewoon strakke zon, geen jas aan. En nu ben ik weer helemaal in een regenjas en alles. Maar kijk even hoe mooi dit is. Dit brightened mijn day dan wel weer. Love it. Ik vind ook dat make-up met dit haar er heel zacht uitziet. Ik zou echt wel meer willen experimenteren met dit soort tinten. I like it. Ik ben nog steeds op kantoor en het is 1:06 en we zijn best wel gaar. Ik zit hier lekker met Jor. En
ik heb de hele tijd het gevoel dat we in een andere dag zitten. Dus ik denk steeds dat het vrijdag is nu. Maar dat is helemaal niet zo. Deceptiemoment. Vandaag hebben we echt heel veel gedaan. En eerlijk gezegd dus ben ik best wel brain fried. En heb ik even niet zo'n zin meer. Maar ik moet nog even twee dingetjes afmaken. En dan hou ik er even mee op. Misschien kunnen we dan nog even buiten gaan wandelen of zo. Morgen heb ik een brainstorm met Lena. Mijn vriendin die ook mijn management doet. Om gewoon weer eens even kritisch te kijken naar wat maak je allemaal en deel je allemaal. En kan dat niet wat meer zijn? Of kan dat nog dichterbij waar je voor staat en wie je bent te staan? Dus het zijn mooie dingen om mee bezig te zijn. En verder ben ik nu met een Q&A bezig. En wat heb ik in de tussentijd gedaan? Ja, geen idee. De uren vliegen voorbij. Zo'n dag heb je soms. Als je echt denkt, waar gaat al die tijd nou heen? Hey guys. Alvast een kleine blik van mijn nieuwe kastje. Daarover snel meer. Ik denk dat ik een leuke IGTV ga opnemen met wat nieuwe items in mijn huis. Ik heb heel erg last van mijn traanoog. Dus dit oog heeft geen make-up meer en die andere wel. Heel irritant. Ik heb contact met Evie die bij mij werkt. En ze gaat een paar dagen op vakantie. En omdat ik gewoon echt een nerd ben die heel erg van koffers inpakken hou, ben ik een hele inpaklijst voor haar aan het maken. Super lange lijst. Maar alles wat erop staat gebruik ik echt als ik weg ben. Maar ik, ik kan in principe met heel weinig spullen reizen. Maar ik vind het ook wel lekker om gewoon alles wat ik nodig heb bij me te hebben. Dus bijvoorbeeld een kleine droog shampoo, dat ik haarspeldjes bij me heb, alle opladers van de spullen die ik bij me heb, een slaapmaskertje, al die dingen, een lekker gezichtsmasker. Dat zijn wel de dingen die voor mij een reis extra comfortabel maken en die ik toch altijd in huis heb. Dus ik vind het dan heel leuk om daar een soort checklist van te maken en dan helemaal per thema in te delen van wat zit er in mijn handbagage, wat is er dan gericht op comfort, op praktische zaken, op hygiëne en whatever, snacks of entertainment of zo. Dus ik ben echt een nerd wat dat betreft. Ik ben heel benieuwd hoe jullie zijn. Prop je alles even in een rugzak of hou je ook van lijstjes maken en vind je het heerlijk om ook zo efficiënt mogelijk in te pakken en dat alles bij elkaar past? Daar ga ik dus persoonlijk heel lekker op. Het is nu 12:30 s'nachts en Jordi en ik gaan iets heel lijps doen. We gaan op de ultimate date night. Het is niet heel lijp, gewoon zit vaak op date night. Niet om 12:30 s'nachts. En nog nooit op de ultimate. Hallootjes! Wauw, die kamers zijn zo hoog. Hey, cute! Oh, de badkamers hier zijn altijd zo mooi. Tot morgen! Goedemorgen! Jordi en ik zijn wakker geworden in het Hoxton Hotel. We werden namelijk uitgenodigd voor een heel leuk diner op een balkon aan de kamer of een terras wat bij de kamer hoort deze vrijdagavond. Maar ze hebben een concept dat heet Flexitime. En dat betekent dat je eigenlijk het meeste van je 24 uur kan maken van je boeking. Dus je kan al vanaf 1 uur 's nachts inchecken, die dag zeg maar, dus die vrijdag. En je kan tot 11 uur 's avonds in je kamer blijven. Dus eigenlijk heb je er in principe gewoon 2 dagen bij. Basically. En wij dachten, oké, dit vinden we super lachen. We houden wel van dat soort rare concepten. En ik denk dat bijna niemand echt om 1 uur voor de deur staat of zo. Misschien gaan mensen dineren en dan blijven ze slapen. Of ze komen aan met een late vlucht of zo. En wij dachten, oh, chill. We stappen op de brommer en we doen het gewoon. Dus toen zijn we hier gaan slapen vannacht. En nu heb ik net heerlijk gedoucht hier. En ik moet zeggen dat mijn kleur er nog best wel goed in zit. Wat heb ik aan? Een wit topje. Mijn gouden atelier. Mijn Chanelletje. Hoe mooi matchen die ook bij elkaar. Zwarte pantalon en mijn birkies. Het is ook zo mooi hoe al deze oorbelletjes uitkomen bij dit haar. Ik zou even moeten opzoeken waar alles precies van is. Zo blij met dit kort. I love it. Hey
Ik zit hier lekker al uren te werken met Leen. Het is zo'n fijne plek. Ik ben echt blij om hier weer terug te zijn. Dit is toch wel de spot waar ik al sinds dat het open ging heel vaak meetings had en werkdagen. Dus dat voelt wel heerlijk. We hebben lekker geluncht en ik krijg net een kaart van een andere kamer waar we vanavond ook een diner hebben. Op een balkon of iets buiten. Het is nog helemaal een verrassing en een mysterie. Maar we zijn allemaal druk in de weer met versieringen en zo. Dus dat gaat er denk ik heel bijzonder worden. Het leuke is dat dit van die dingen zijn die je vaak als influencer meemaakt. Maar volgens mij kan iedereen dit dus boeken als staycation. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik loop nu deze kamer binnen en hoe mooi is dit soort van gerubbelde glas ook van de badkamer. Hier een kunstmuurtje en dan lopen we zo de kamer binnen. Bed. En hier is dus een soort mini dakterras op het dak van de binnenplaats. Waar we straks een privé diner hebben. En dan kijk je dus zo, hoppa, naar de sterren. Dat is toch het leukste ever. En hier is dan ook nog een kleine lounge. Wauw, die stoelen vind ik wel echt geweldig. Hé, dat zou ik ook wel in mijn huis willen. En dan is hier dus een badkamer en een toilet nog. Holy smokes. Dit is gewoon net zo groot als mijn hele huis ongeveer. Ik zit nog even te werken op bed in een trui van Jordi. En met uitzicht op deze leuke balkonsituatie waar ik over een uur denk ik een wijntje ga drinken. Jordi is vrijwilligerswerk aan het doen. Hij is maaltijden aan het bezorgen bij mensen die moeilijk de deur uitkomen of die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan een praatje. Vooral wat oudere, kwetsbaardere mensen. Dus dat vind ik super mooi en ik ben heel benieuwd hoe die het ervaren heeft. En ik zou zeker wel een keer met hem mee willen. Of ja, je kan niet samen op pad omdat je dan natuurlijk met te veel mensen bent. Maar echt een mooi initiatief wel. Ik weet niet of vanuit welke organisatie dat komt of vanuit de gemeente, maar als ik dat weet, zal ik het ergens in de video of in de bio zetten. Teken een pluis in de puntjes. Ik doe altijd een beetje, of ja altijd soms, een beetje haarlak op mijn handen. En dat gebruik ik dan om mijn haar precies goed te modelleren. Dat vind ik fijner dan dat het allemaal in één keer uit zijn spuitbus komt. Ik ben lekker pantsless aan het werk in de tuin. Of tuin. Op het balkon. Ik denk nog een kwartier en dan ga ik aan mijn weekend beginnen. We werden net gebeld dat er over een paar minuten champagne bezorgd wordt. En of we even naar het menu willen kijken om een keuze te maken. Ja, toch? We zijn nog in dubio van, gaan we netjes op die plek op het balkon zitten of gaan we stiekem in bed liggen en het dan eten? Ik heb een mooie nieuwe top aan van Baum & Verdkaarten. Heel blij mee. Ik vind One Shoulder altijd zo sexy en mooi. Jor, ben je al gewend aan mijn nieuwe haarkleur? Nee. Nee? Nee. Andere mensen vinden het wel mooi. Ik krijg heel veel complimenten online. Ga je vergelijken met andere mensen? Vind je het niet mooi? Shit! Daar zitten we dan in onze tuin met een bubbeltje. Yes! Hallootjes! Cheers! En nu lekker dessert in bed. Nou, we kijken. Kruisjes. Zijn we even onder onze kamer. Ik ga nog even een andere outfit aantrekken waar ik dan ook weer een mooie foto van kan maken. Door de week neem ik vaak niet de tijd om outfitfoto's te maken. En vind ik de plek waar ik zit qua kantoor ook gewoon niet zo tof. En nu gaan we toch lekker wandelen. Dus trek ik even wat leuks aan wat ik dan met jullie kan delen. Ik heb echt zin om weer wat meer tijd en aandacht in mijn Instagram te stoppen. En meer inspirerende dingen erop te knallen.
Dus dat ja, vind ik leuk om weer een beetje mee bezig en opgefocust te zijn. Jordi zit hier lekker op het terras. Kijken we eens hier. Oh, hij zit hier. Hey, Jordi. Oh, dit ziet er ook zo lief uit met die lampionnen. Niet te geloven. Het is toch te lief dit. Dit wil je toch dat dit je balkon is. Jordi en ik hebben lekker tot 11 uur in onze kamer gechilled. Of nee, tot 10 uur. Dus we zijn begonnen aan een nieuwe serie. Die heet De 12 op Netflix. En het is een Belgische misdaadserie. En Jordi probeert nu de hele tijd Belgisch te praten. En ik ga helemaal stuk van hoe slecht. Hallo, kus. Dikke gezever. Dikke gezever. En nu gaan we nog heel even buiten wandelen. Want het is nog gewoon een beetje licht en heel lekker weer. We zitten nu te fantaseren waar we een vakantiehuis willen. Of we een natuurhuisje willen in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland, in Italië of in Spanje. Leuke dromen. Ik wil toch in iets warms, dus ik stem op Spanje. Loetjes. Zo, even lekker zeg. Goedemorgen. Het is nu zondag en ik ben mentaal aan het preppen om voor het eerst in maanden weer te gaan sporten. Sinds het begin van de quarantaine is dat er helemaal bij ingeschoten. Het is natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar ik heb gewoon zin om weer in beweging te komen en me iets actiever te voelen en een betere conditie te hebben. En al die dingen. Ik heb gewoon zin in die energie op te wekken, zeg maar. Dus ik ga vandaag voor het eerst naar de sportschool. Ik heb het heel lang uitgesteld. Maar we gaan ervoor. Als ik naar de sportschool ga, dan doe ik niet een bepaalde routine of zo. Dan ga ik gewoon, ik roei meestal 2 minuten of zo. Ik doe soms iets van lichte armgewichtjes, wat ik bij de fysio heb geleerd. En verder ga ik gewoon een half uur op de loopband staan. Heading omhoog, een beetje snel wandelen, serie aan, prima. Maar gewoon om je hartslag omhoog te krijgen en te zweten en het warm te krijgen. Ik hoef niet dat uitputtende gedeelte van sport en jezelf pushen, dat spreekt me helemaal niet aan. Dus als ik gewoon beweeg, dat is voor mij al de winst. Dit was top. Lekker veel zweet. Ik heb lekker gedoucht en een hele simpele basis make-up opgedaan. Mijn haar zit even in vlechtjes zodat het wavy opdroogt. En we gaan zo op babybezoek, of ja, bijna babybezoek, bij die lieve vrienden van ons waar ik dat pakje voor had gekocht. Dat heb ik nu aan. Een witte jurk van Gestus. Armband met een soort schelp. En allemaal kleine oorbelletjes. Hey guys, het is weer een nieuwe week, dus ik ga de vlog bij deze afsluiten. Vrijdag staat er weer een nieuwe online en ik hoop dat je dan weer kijkt. Doe vooral even een thumbs up als je dit leuk vond en vergeet niet je te abonneren als je dat wil. En dan zie je me heel snel weer. Geniet van je weekend of je week of wanneer je dit ook kijkt. En een hele dikke kus. Doei!